Hey, dat is Nel. Goedemorgen. Hoe gaat het? Goed. Wil jij mij ergens mee helpen? Ja. Ken jij het programma Het Klokhuis? Ja. Kun jij filmen? Ja. En in het klokhuis is altijd iemand die gaat ergens naartoe. En dan gaat dan dingen uitleggen. Dat heet een presentator. Ja. Ga jij filmen vandaag? Ja. Ik ben Marloes. Waar zullen we het over hebben? Ik vind kippen leuk, omdat ik ook heel erg van hier kijk eitjes hou. Kan je ook kippen vasthouden? Ja, dat kan wel, maar dan moet ik heel snel zijn, want kippen zijn ook heel snel en ze willen het eigenlijk niet. Zie je? Hij pakt meteen mijn vinger. Oh. Kippen zitten normaal op een stok, die slapen op een stok. Mijn kippen slapen hier. En jij vroeg net aan mij waarom hebben ze van die grote poten? Die gaan dan zo helemaal om de stok heen. Dan blijven ze goed stevig zitten. Maar dan poepen ze naar beneden, in hun slaap. Ze poepen in hun slaap, hoe raar is dat? Als kippen een ei gelegd hebben, kun je dat ook heel goed horen, want dan doen ze pak, 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 pak. Kijk, 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 een ei. Kippen zijn eigenlijk een beetje dom. Want kippen doen nooit iets zelf voor het eerst, ze doen alleen maar dingen na. Als ik hier voer in doe en de kip gaat hierop staan, gaat er een klepje open hier, kijk. En dan kunnen ze voer eten. Maar als ik het niet laat zien, gaan ze het ook niet doen. Dus ik moet eerst een kip erop zetten. En als je dat 3 keer heeft gedaan, doen alle kippen hem na. Alleen ze hebben nu al zoveel voer gekregen en dat vinden ze eigenlijk een beetje saai. Dus als ik nou brood pak, dan komen ze wel. Dan pak jij dat maar even tegen. Ben ik zo terug, goed? Ja. Ik vind het best wel leuk. Kijk, daar heb je Marloes alweer. Hey. Tada, brood. Kippen kunnen heel hard rennen. Wist je dat? Kijk ze rennen. We are going to